En een pompapparaat. En een pompapparaat. Scooby zit in die ander. Fijn. Wie kent? Hey, goeie smorgens. Dat is wel lekker spul, hoor. Oh, goed gewerkt. Goed gewerkt. Ik denk dat wij gewoon even apparaten moeten gooien op de barbecue, Lloyd. En even een beetje bijkleuren! Een beetje bijkleuren, broodje koket! Zit jij weer in de olie? Zit ik in de olie? Ik zit even kei lekker in de olie. Deze dinsdag. Wat heb je daar dan? Een blik uit de vriezer, slush puppy. Zuurkool. Goed voor je. Voor alles. En een steekje. Goed lekker. Zout, belangrijk. Als je uitgedroogd bent. Wat gaan we doen? Nou, ten eerste hebben we deze. Testen. Ik ga even lekker trainen, jongen. Hey, ik heb trainen. Ik denk, ja, wat gooi je dat? We gaan nu een slecht idee uitvoeren. Pff, voor mij een slecht idee dan. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in, Lloyd. Ja, maar gaan we doen. Het was wel een goed idee, hè? Ja. We stonden vanochtend dus op dat ding. Ikke. En ik dacht van, ja, dit moet gewoon langs de snelweg. Waar het super druk is. Het is bijna spits. Dus dan gaan we langs de A1 staan. Op het dak. Versetje dingetje aan, weet je wel. Ik heb nog een potje scoopies, die ga ik nog even een paar keer gooien. Ja, dan hebben we weer de marketing, hè. Rijden duizenden mensen rijden langs. Gratis marketing, jongen. Hé, hey, die auto die staat er even. Hey, iedereen doet er, nou, ik weet het wel, hoor. Weet je wat het ook is? Het is allemaal leuk dat Instagram en zo. Maar dit is gewoon, mensen zien jou dan in het echt, weet je. Ik denk dat dat ten eerste heel sterk is. Plus, wij zijn in het echt ook gewoon in het echt. Dus heb je even geen Photoshop, al dat soort shit. Dus kunnen mensen zelf oordelen. Is die jongen dan gauw droog of niet? In je hoofd is het altijd een goed idee, hè? Toen ik niet bekend was en gewoon 25, toen deed ik dit soort shit. Maar nu word je toch een stukje volwassener. Maar daar moet je hem dubbelen.
fucking scheut hebben, jongens. Daarom neem ik ook altijd Maurice mee. Ik, als Maurice het doet, dan kan ik dat ook nog doen, denk ik dan altijd, weet je. Ja, dat kan toch gewoon? Dit is toch gewoon, dit is toch gewoon een marketingcampagne voor een bedrijf. Dit heet nou guerrilla marketing, goeie mate. Hé, hey, veel lekker, hè? Wat, hè? Lekker in olie. Zie, je hoeft nog niet eens op het dak te gaan staan, het werkt al. Kom maar, jongens. Kom maar. Ja, kom erbij. Lekker die workout van Nederland. Yo! Hele bus is vol, Puffel! Nou, dus dit soort acties. Ik vind het leuk om ten eerste dat te doen, hè. Dus laten we dat heel even voorop stellen. En ik doe dit eigenlijk voor mezelf, om mezelf. Ik wil echt die guy blijven gewoon van 28, weet je. Dat je echt zin hebt om dit soort dingen te doen. En dat kan alleen natuurlijk als je goed in vorm bent. Dus dit is ook een extra motivatie voor mij om altijd gewoon in shape te blijven. Want dan kan je op pad gaan als je het even niet meer weet. Je zet het ding gewoon van een miljoen langs de snelweg. Duizenden mensen komen langs en zelf ga je ook nog even fucking hard in de olie erop staan als een motherfucking baas gewoon. Dat is in mijn hoofd pure winst, hè. Dat is dus een reden om gewoon echt betrokken te blijven bij je doelgroep ook. Als, hè, want ik ben natuurlijk de eigenaar van het bedrijf. Dat je ook dus als eigenaar gewoon nog steeds zo mal bent. Dat is in elk geval voor mij een persoonlijk doel. Dus als jij denkt van nou, wat is het voor rare gozer, bla bla bla. Ik doe dit puur om mentaal echt gewoon nog erbij te zijn. Dus ook over 10 jaar nog. En ook dus op al die feesten. Want ook daar gaat het shirt gewoon uit. Met de groeimaat op de foto. Ik heb hele poseringssessies gehad, joh, vorige keer bij de Creek. Met Ciao en zijn maten. Dus voor mij iets leuks om te doen, los van dat het gewoon echt weer een marketing tool is, wat weer niemand heeft gedaan, weet je wel. Daar kik ik ook gewoon echt lekker op. Heerlijk. We gaan voor goud, groei lekker en abonneer voor die grotere chest. Als jullie ons zien rijden, denk dan heel eventjes, oh ja, vanavond even bestellen. Dan heb ik het morgen in huis. Het kan dus zijn dat als jij voor 1 uur 's nachts bestelt, dat het gewoon de volgende dag in huis is. Hè? Onthoud dat. Niks. Ik hoop dat je niet op je bek gaat, hè? Nou, ik hoop het ook niet. Het is een plastic kit. Zo, hè. Gelijk mijn hemdeling afgescheurd.